Dag beste kijker, de Roxy Theater Online Cinema en Elon Filmavonden brengen u, wanneer u maar wil, het Poolse drama Corpus Christi van Jan Komasa. Poolse cinema, dan denken we aan Wajda en Kieslowski en de jonge Polanski, maar veel verder geraken we niet meteen. Toch schoot Komasa met zijn derde film recht in de roos, want het leverde hem een Oscar-nominatie voor beste buitenlandse film op. Zal hij voor het van? Que de boek dan als mooi. Czasami zdarza mi się popełnić jakiś grzech, jakieś zło. Czasami myślimy, że niemożliwe, żeby Bóg tak chciał. Polen, dat roept ook een strenge en conservatieve katholieke kerk voor de geest. En ook de film die wij u voorstellen, put uit die bron. De 20-jarige Daniel komt uit de jeugdgevangenis met een pittig strafblad. Toen hij nog vastzat, probeerde hij zijn gewelddadige verleden te bezweren door misdienaar te spelen voor de priester in de gevangenis. Die maakt hem al snel duidelijk dat Daniel er met zijn verleden niet hoeft op te hopen om zijn roeping in de praktijk te zetten. Maar Daniel geeft niet snel op. Hij komt aan in een verlaten houthakkersdorpje en weet de inwoners ervan te overtuigen dat hij een rondreizende priester is. Als het dorpje het ook nog moet stellen met een beschonken zielenherder, ziet hij de kans schoon om zijn plaats in te nemen. Hoe het verder loopt, gaan we natuurlijk niet spoilen. Wat dit religieuze misdaaddrama zo straf maakt, is zeker het acteerspel van de jonge Bartosz Bielenia als Daniel. Zijn indringende blik zal u niet gauw vergeten. Net zo min als zijn snelle schakeling tussen zachtheid en agressie. Thematisch is de dunne lijn tussen goed en kwaad, wereldse verleiding en geestelijke verlossing, schuld en boete zeer interessant. Visueel draagt het camerawerk sterk bij tot al die tegenstellingen. Wij wensen u een stevige filmervaring toe met dit lichaam van Christus. En oh ja, u hoeft niet eens gelovig te zijn om helemaal mee te leven met de demonen van Daniel. Geniet van Corpus Christi.